Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Een oudjaarsdag, hè? Ja, het is vandaag oud en nieuwdag. Ja, leuk hè? Het is de laatste dag van het jaar. En mijn oma is nu even oliebollen aan het bakken. Ja, klopt. Daar gaan we straks langs als ze klaar is. En die is lopen nog wel heel even bezig. Dus we gaan nu heel even lunchen. En dan gaan we daar zo heen. Zo, we zitten in de auto. Onderweg naar mijn moeder. Ik vind het vuurwerk dit jaar redelijk meevallen. Soms is het echt zo'n zwaar oorlogsgebied. Maar dat valt mee. Ik kan redelijk over straat een keer. Dus, en ik heb mijn broek met een soort jurkje aan. Een tuniekje. Ja. Ja, mag je daar in de spiegel nog wel laten zien? Voor nu gaan we eerst oliebollen halen. En daarna gaan we naar huis. We hebben het eerst nog even rustig. Gaan we kijken of het lukt om Sarah nog heel even een slaapje te laten doen. Want dan is het voor vanavond natuurlijk leuker. En vanavond laat gaan we naar Kelly en kindjes en alles toe. Dus dat is ook wel gezellig. Maar dat duurt voorlopig nog even. Dus voor nu even nog lekker rustig. Oudjaarsavond, 8:30 en het is een wonder. Sarah ligt gewoon nog even te slapen en het is echt herrie buiten. Maar ik ben wel heel blij dat het toch gelukt is. Dan is het gewoon fijner. Ze had ook wel wakker kunnen blijven. Dat trekt ze wel. Maar even slapen is natuurlijk gewoon veel lekkerder als je 5 bent. Dus ik ben er heel blij om. Dus voor ons nu even rust. En dan dadelijk ongeveer 2 uurtjes zoiets. Halen we er weer lekker uit bedje. En dan gaan we een hele leuke oud en nieuw tegemoet. En mijn outfit van vanavond... Deze leuke jurkje. En de Zara schoenen. En dan nog snel mijn outfit. Dat kan ik natuurlijk nooit zo schattig als mijn dochter dat doet. Deze leuke top met de bewerkte mouwen. En een super high waist pantalon met een strik. Ik hoop dat het enigszins goed te zien is. En de hakken waarop we het nieuwe jaar ingaan. Deze hele mooie zilveren punthakken. Daar ben ik helemaal verliefd op. En dan gaan we naar de auto in. En dan gaan we naar Kelly en gezin. En dan gaan we een klein feestje maken. Bijna. Denk bij mij, hè? Gooi maar. Wij zijn de wagen. Niet vloggen, hè? Niet vloggen. Altijd. Niet vloggen. Dat is leuk. Deze kunt je wel bijna af, dat vind ik echt goed. Vader. Samina, minasan, kalewa. Hij komt! Nee, je zit niet gek. 5, 4, 3, 2, 1, Woo! Kijk, dat is 2019. Als je kan een frikandel eten, maar je kan ook een frikandel
Met uitjes en curry en mayonaise. Ja, dan die eerste vier letters. Space. Speculaas. Nee, en we passen er even in. Oké. Dit wordt niet beter. Misschien ook twee passen. Ja, het moet. Ik krijg het weg. Ja, dat kan. Nee, toppie. Als je ergens iemand in jouw huis komt dat, en die is niet uitgenodigd. Ja. Niet uitgenodigd. Blackout. Nee, ja. Nee, kom op. Marsepein. Nee. Marsepein. Goedemiddag, het is al 3 uur ondertussen. We hebben lekker uitgeslapen, het was best wel laat gisteren. En we gaan nu de kerstspullen allemaal weer opruimen. Even lekker schoon schip maken en het nieuwe jaar fris beginnen. Dus ik heb daar gewoon zin in, dat is echt heel erg. Heerlijk, dus deze, die is zo weer weg. We hebben alles opgeruimd. Het is echt weer helemaal clean. Echt heel erg lekker. En we hebben nu de tafel klaargezet. We hebben hier heel veel tijdschriften. We hebben hier alle drie een doek. En wij gaan vision boards maken voor 2019. Dus we gaan allemaal plaatjes en tijdschriften uitzoeken en uitknippen. En dan gaan we een bord maken. Hoe wij 2019 zien of willen, dingen die we willen bereiken en alles. En dan hebben we dadelijk 3 verschillende borden en die gaan we boven ophangen. En dan hebben we eigenlijk ja, een soort moodboard voor het jaar, dus heel erg leuk. En ik zal tussendoor stukjes laten zien en natuurlijk het eindresultaat. We zijn nog wel even verder en we hebben ondertussen, ik heb hier een hele stapel plaatjes. Sarah daar en Marco heeft ook een stapeltje. En als we dadelijk al die... Daar ligt die. Als we dadelijk al die plaatjes hebben, gaan we uitknippen en dan gaan we ze op de borden puzzelen en mozaïeken eigenlijk, om op te plakken. Dus we komen er wel. Ja. Het is echt veel werk hè, al die plaatjes zoeken. Maar wel heel leuk, kijk eens. Wauw. Ja, die stoel. Ja, die dacht ik al, die vind jij mooi hè? Ja, dat wil ik ook hebben. Nou, ga ik hem zo weer uitzetten, moet ik even de camera wegleggen. Wauw. Op jouw stapeltje. Dus Sarah was net zelf bezig, maar die kijkt nu met mij mee, want het wordt een beetje te lang anders, hè? Zo ging het weer. Ja. Het is vandaag dinsdag en ik ben vandaag vrij en dit is mijn outfit. Deze leuke topje, deze grijze majo en deze leuke... schoentjes en vandaag is het een leuke dag. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en geen dinsdag. Sarah zegt altijd dat het dinsdag is. Gisteren zijn we met de vision boards natuurlijk bezig geweest. Die van ons zijn nog niet af, we hebben heel veel plaatjes. Dat maar wel, maar ga mij dus plak. Nee, die laten we later zien als ze allemaal klaar zijn. Marco en ik moeten die van ons nog opplakken, maar Sarah moest gisteren naar bed, dus die hebben we geholpen om het af te maken. Maar voor nu gaan wij dadelijk Naomi en Zeno ophalen en dan gaan we dadelijk even wat leuks doen. Wat gaan we doen? Skaten. Nee, schaatsen. Vind je het leuk? Ja. Je doet. Thank you.
keer als een eenhoorn uit. Zijn we zo? Ik zie het leuk als een eenhoorn uit. Hij ziet er zo erg grappig uit en cool. Ja, het is ondertussen al avond. We hebben echt heel erg leuke schaats. Het was echt heel erg gezellig om te doen. En na het eten heb ik mijn vision board al afgemaakt. Maar ik vind het wel heel leuk om ze alle drie tegelijk te laten zien. Ik hoop dat het morgen nog lukt. En anders wordt het de volgende vlog. Dus misschien ook wel leuk. Dan laat ik ze alle drie zien. En voor nu even rusten. We hebben een lekker theetje gezet. En ik ga dadelijk even de beelden, de foto's en de filmpjes bekijken van vanmiddag. En dan zie je, ja, jullie hebben dat natuurlijk al gezien. Ik moet het nu natuurlijk nog uitzoeken. Het is wel grappig hoe dat dan gaat. Voor jullie hebben het al gezien en ik moet het nu dan nog gaan doen. Dus een beetje een gebroken tijdlijn eigenlijk, maar wel heel grappig. Dus dat ga ik nu even doen. Goedemiddag. Oud hoor. Ja. Het is donderdag. Donderdag, moest even nadenken. Ik heb vandaag natuurlijk nog niet gevlogd. De camera was eigenlijk de hele tijd aan het opladen en daarna heeft Sarah hem gepakt. Die heeft filmpjes gemaakt. Ik heb ze nog niet gezien. Ik heb een extra video gemaakt. Outfit, dit leuke jurkje. Deze die ik net als video op heb genomen. Deze leuke meeuwtje en die leuke schoentjes van de Zara. Ja, ik moet even met de beelden kijken of dat een extra video wordt of dat het in deze vlog zit. Maar dat zie je vanzelf. Dat zien jullie eerder dan ik dit zeg waarschijnlijk zelfs. We zitten nu in de auto en we hebben een eenhoorn gaat naar de pakbolie. Ja, ik heb een eenhoorn bij me. We hebben opa natuurlijk een etentje voor zijn verjaardag gegeven. Want we zouden niet meer weten wat we anders voor moeten kopen. En dit is natuurlijk gewoon heel gezellig. Dus daar zijn we nu naar onderweg. Paprika. Doei paprika. Dan bij dit bordje liever. Ja, dat gaat daarin. Kijk, we erbij. En wat nog meer voor groenten? Deze doe ik ook altijd een klein beetje. Nee. Welke dan? Ja, nog wat? Meneer? Ja? Misschien dat alleen olie? Dat zou ze wel. Olie! En dit heel even voor eten. Lekker bami, paprika, wat boontjes. En die ik een keertje had geproefd. Een mini lumpia. Wat heb je nou gedaan? Wat heb je nou gedaan? Je bent hier helemaal niet meer. Oh. Kan ik terug? Kijk, ik zal je laten zien, opa. We noemen altijd het bandje. Ja. Ja, mooi bandje. Altijd om je pols natuurlijk. Ja. Kijk, en dan pak je hem zo. Ja. En steek je arm uit. Ja. En dan zo, kijk, dan zeg je bijvoorbeeld hallo. Ja. Nee, hallo, niet ja. Dan zeg bijvoorbeeld hallo allemaal. Hallo, allemaal. Ja. Kijk, en als je hem dan filmt, zo vlog je. Hier is dummy. Een klein beetje slagroom bij wat ijs. Deze nog niet. Ik hoef helemaal geen zin. Ik ben er niet heel weg van. Oh ja, oké. Okay. Zo'n lepel. Sarah, dan doe jij van de schrijkantjes. Daar kan je wel bij het ijs. Ik kan bij het ijs komen. Ja. Vervelend jij? De unicorn. Ja. Zeker ja. Opa nou maar, het is opa zijn ijsje. Nou, ik wil je helpen. Ja, maar dat weet ik niet. Weet je, help me. Gisteren zijn we vergeten de vlog af te sluiten. Marco was nog met zijn vision board bezig. En we waren gewoon hier bezig. Dus eigenlijk helemaal niet meer bij je stilgestaan. Dus nog even snel. Bedankt voor het kijken. Ja, dit is wel even om af te sluiten en een nieuwe te beginnen, mom. Dus dat gaan we doen. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan even hieronder. Dat is gratis. Duimpjes, reacties vinden we natuurlijk nog steeds helemaal leuk. En dan zien we jullie de volgende vlog. Doei! Doei! We zijn weer terug van de verjaardag en ik zou de vision boards nog even laten zien. Dus dat ga ik even snel doen.